Hallo en welkom bij een nieuwe PuLive. Het is vrijdag en ja, helaas, dit is de laatste PuLive van dit seizoen. Maar dat betekent niet dat we volgende week geen PuLive hebben. Want naast mij zitten Tjeerd en Trace. En Tjeerd gaat jullie nu alles vertellen wat we anders gaan doen. Ja, we gaan een PuLive zomereditie doen, Bart. En dat houdt in dat we er wel zijn qua PuLive, maar niet 4 dagen in de week, zoals je van ons gewend bent. Nee, we gaan het alleen op vrijdag doen. En het wordt niet een reguliere PuLive. Nee, we gaan elke vrijdag gaan we dus een langere PuLive doen van een uur. En daar zitten reportages in, er zitten items in. We gaan natuurlijk op pad. We gaan allemaal verrassende dingen doen. We krijgen gasten. Kortom, een PuLive om je vingers bij af te likken. En ja, het heeft natuurlijk allemaal te maken met de zomer. Heel veel redacteuren zijn op vakantie, dus wordt het lastiger om elke dag de uitzending vol te krijgen. Dus vandaar dat we het zo op gaan lossen. Maar ik denk dat het zeker niet minder gaat worden. Dus kort samengevat, PuLive gaat niet weg. Je krijgt er een veel dikkere en heftigere PuLive voor terug. Maar dan helaas wel maar 1 keer in de week en op vrijdag. Ja, en, dezelfde tijd wel, dus daar kan je op blijven bouwen. Oké, dus gewoon om 4 uur op vrijdag. Dan gaan we door naar het nieuws. En daarvoor is niemand minder aangeschoven dan jullie geliefde Trace. Ik kan helaas niet de chat laden, dus ik kan niet meekijken wat daar allemaal gebeurt. Dat doe ik nu wel. Maar Trace, je hebt nieuws meegenomen. Vertel. Ja, dat klopt. Ik wil het graag hebben over Kingdom Hearts 3. We hebben een heel klein beetje kunnen zien op de E3. Het was eigenlijk ook niet verwacht dat we iets op Kingdom Hearts 3 zouden zien. We zijn wat 7 jaar eigenlijk aan het wachten erop. Zoiets, denk ik. Maar Tetsuya Nomura heeft nu eindelijk wat gameplaybeelden. Dat is de maker achter de... Dat is diezelfde gast die Final Fantasy XV aan het dirigeren is eigenlijk. En hij heeft wat details vrijgegeven over een paar gameplay elementen. Niet veel. Er is ook heel veel waar we over kunnen speculeren. Maar het zou eigenlijk voornamelijk gebaseerd zijn op Kingdom Hearts 2 battlesysteem. Maar dan heel erg geëvolueerd. En een paar spin-off elementen, zou ik maar zeggen. Dus bijvoorbeeld Dream Drop Distance, dat is een 3DS titel. Daar kon je bijvoorbeeld van de muren afspringen. Oké. Okay. En dat is nu ook een klein beetje, wat je ook zag in de trailer, een klein beetje geïmplementeerd daarin. Dus ze houden eigenlijk een beetje dezelfde gameplay aan als in 1 en 2. En ze kijken gewoon wat goed heeft gewerkt in al die andere delen. Ja. En dat stoppen ze in 3. Ja. Maar ze gingen ook iets doen met de sleutels, had ik begrepen. Ja, Sora zou ik maar zeggen, dat is die gast die daar aan het rennen is. Sora klinkt wel een beetje als een meisjesnaam. Ja. Ja, inderdaad. Dat vond ik ook al. Maar een heleboel Japanse namen hebben een A achterin bij een jongensnaam. Maar die sleutel heette Kingdom Key. En in andere delen had je meerdere Kingdom Keys die je kon verzamelen, zou ik maar zeggen. Nu kon je kiezen welke key je wilde hebben. De een had meer magic, de andere meer attack. Maar als het goed is, zou je nu in Kingdom Hearts 3 zou jouw sleutel veranderen tijdens de battle. Dus dat ligt eraan welke attack je gaat doen. En dan verandert die gewoon eigenlijk naar jouw eigen gemak. Ja, en wanneer kunnen we meer verwachten over Kingdom Hearts 3? Want dit was natuurlijk het eerste vleugje informatie. Ja, als het goed is tijdens de Tokyo Game Show. Dus niet Gamescom denk ik, maar Tokyo Game Show. Oké, nou ja, je hoort het. Wanneer kunnen we trouwens, wanneer komt die uit? Ze hebben gezegd dat die heel vroeg in ontwikkeling is. En je weet wat dat betekent bij Square Enix. Dus, dat kan nog wel een paar jaar duren. Dat kan nog wel een paar jaar duren, ben ik bang. Oké, nou, Kingdom Hearts 3, hij komt er gelukkig aan naast alle Final Fantasies die er ook zijn. Dus het is nog heel even afwachten. We wachten dus tot de Tokyo Game Show. En terwijl jullie naar mijn prachtige Tokyo Game Show. Ja, ik probeer hier gewoon een hele lange een heel lang verhaal te houden, Tjeerd. Want op dit moment vindt er een magische wissel plaats. Want we hebben niet alleen Trace vandaag in de uitzending, maar we hebben ook Teun. En Teun zit er bijna klaar voor. Hij heeft ook een nieuwtje meegebracht. Hij wordt door Tjeerd heel even omlaag gemaand, zodat Tjeerd toch nog groter lijkt. Teun is namelijk 3 meter. Ja, in plaats van jouw 2,5 meter. Ja. Scheelt genoeg. Hallo Teun. Oh, ik sta bijna op de grond nu. maar maakt op zich niet uit. Ik heb ook een nieuwtje meegebracht. Moes. Dus dan doe ik dat. Over de Xbox Live Gold membership. Daar werd al wel bekend dat je daar games bij kreeg. Assassin's Creed 2 en Halo 3. Geweldig.
classics, alles leuk. Maar ik bedoel, Assassin's Creed 2, Halo 3, daar werd niet iedereen heel erg... Interesseert niemand iets. Maar ze moeten toch ergens mee beginnen, weet je? Op het moment dat ze meteen met nieuwere games komen, dan kunnen ze dit niet meer doen. Dus je moet ergens mee beginnen. Je moet ergens beginnen. Ja. Nou, dat is op zich een goed begin, maar je krijgt dus... Oh, sorry, ik liet me even gaan als fanboy zijnde over Xbox. Wat is de deal? Nou, de deal is, je krijgt dus twee games per maand, de rest van 2013. Dus de eerste en de 16e van de maand krijg je dus een game. Ja, dat is op zich, maar als je toch Xbox Live Gold hebt, gewoon gratis games. Ja, geef een paar niet in de bek kijken, dat soort dingen. Nou is het dus zo dat de quote die ze gebruikten in het van Microsoft, die ze hebben gezegd, you can keep them no matter what. Dus ik denk, ik kan ervan uitgaan, dat zelfs als je geen Xbox Live Gold member meer bent, dat je nog steeds die games kan houden. En weet je, ik zie dan weer een soort van steek onder water van de Sony, want die hebben dan ook weer iets en dan denkt Microsoft, oh, dat moeten we ook doen, want dat is vet. Maar ja, Doe het wel beter. Ja, want wat het is met PlayStation Plus, daar krijg je ook gratis games. Alleen, op het moment dat je PlayStation Plus abonnement verloopt, dan zijn ze niet meer speelbaar totdat je weer PlayStation Plus neemt. Maar dit zou dus betekenen dat de games die je krijgt wanneer je dus Xbox Live Gold member bent... Misschien bedoelen ze wel no matter what, zelfs als je offline bent. Trol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 . Leuk shit. Maar dat zou wel heel goed nieuws zijn. Dat zou wel een leuke kers op de taart zijn van de deal. Ja, want die taart, jongen, dat is me toch gigantisch, hè. Want Xbox... Zo fantastisch, jongen. Ik ga helemaal los als ik eraan denk, jongen. Misschien moet ik het nog een keer over Xbox hebben. Misschien moet ik het even uitleggen. Chit heeft zich vandaag voorgenomen om zich als extreme fanboy te gedragen. Omdat daar blijkbaar behoefte aan was. Dat hoef je niet eens voor te nemen, joh. Nee, je bent een fanboy. Ja, gewoon, je hebt een groen hart of je hebt het niet, hè? Je hebt groene vingers. Groen van Xbox. Ja, het is rood. Met je pa. Ja, maar dat was een grapje, zeg maar. Om te lachen. Klopt je hart niet. Okay. Maar hey, gratis games. Cool. Dat was het voor het nieuws. Dat waren Trace en Teun. Helaas moeten we binnenkort van ze afscheid van ze nemen, want dan stoppen ze met hun stage en shit. Ja. Dat vind je ook heel treurig. Ja, blijf niet zitten, gast. Ja. Nee, je moest blijven zitten, dat was de deal. Dat was de deal. We gaan je martelen, Teun, want we gaan het nu hebben over sport, over voetbal. En daar houd je heel erg van. We gaan het namelijk hebben over FIFA 14 op de Xbox One, next gen. Want dat hebben wij allebei gespeeld, shit, op de... Wat was het? E3? E3, ja. Vertel. Of was die al geweest? Nee, we krijgen nog een bumper. Ja, we hebben ook nieuwe video's eerst. Het is allemaal even wennen. Ja, het muziekje, ja. Nee, top. FIFA 14. Ik had het al natuurlijk gespeeld op de current gen. Op de Xbox 360 en op de PlayStation 3 hebben ze beide gespeeld. Wat heel erg bijzonder was. Ik heb dat helemaal niet in mijn hands-on of zo geschreven. Maar ik heb dus gespeeld op de 360 eerst. Want ja, het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan. Hè? Je kiest dan toch voor de Xbox. Ja. Maar toen dacht ik, laat ik dan toch maar eens tegen natuurlijk ook die PlayStation controller vastpakken. Ja, kom op man. Ik ga even... Ik ging even over die PlayStation 3, ging ik ook even gamen. En wat me opviel, de Xbox versie, het was natuurlijk een alpha versie, 60% af. Die was sneller dan de PlayStation versie. Het was best wel bijzonder. Het was dus trager bij de PlayStation. Het had er misschien mee te maken dat de Xbox versie eerst vastliep. Daar hebben ze een andere versie ingeladen. En daar hebben we waarschijnlijk een oudere code. Maar goed, dat even terzijde. Dat zijn de old gen. Weet je, ze hebben dus nu die Infinite? Nee? Ignite Engine. Ik zit de hele tijd met het Infinite. We hebben het dus gespeeld op de E3. Ja, wat is trouwens wel geinig. We mochten daar backstage. Ja, dit verhaal is weer prachtig. We werden inderdaad met z'n tweeën mochten we backstage. Er stond een hele lange rij, maar wij mochten voor. Ja, we hadden zo'n VIP-pasje geregeld. We hadden zo'n mooi pasje, VIP-pasje. Dus we lopen door en met een of andere dude. En er was een deur en er was een soort van wachtruimte. En Chert, die ziet die deur, die trekt die deur open, die gaat naar binnen en die andere Duitse gast was het van mij, you have to wait here. Ja, ik dacht, fuck it, gewoon door die deur. Ik had dat helemaal niet gezien. Hoppa. Ja, er stond al een deur. Ik denk, waarom zie je nou een deur? Lekkere bels. Dus toen gingen we daar even gamen. Maar het was wel echt de eerste keer überhaupt dat ik met Xbox One heb gespeeld. En dat was sowieso nieuw omdat je een andere controller had, al was dat niet heel anders. Hè.
Maar wat me vooral opviel is dat de gameplay ook heel erg anders is. Volgens mij ben ik iets overbelicht. Maakt verder niet uit. want je hebt namelijk bij FIFA 14 is het zo dat je hebt heel de bal ligt veel losser op het veld. Je hebt veel minder dat hij echt bepaalde trajecten aanhoudt. En dat is bij elke generatie van FIFA is het al wel, verbetert dat wel. Maar bij FIFA 14 heb je dat al wel veel meer. En naast dan natuurlijk die hele omgeving eromheen die helemaal verbeterd is. En wat dus met Next Gen heel erg kan. Hè? Dus het publiek wordt allemaal apart gerenderd en zo. Publiek. Ja, ik ben een soort van Wouter 2. Ik geef echt helemaal geen zak om heel FIFA niet. Maar ja, het publiek is vet en zo. Mooi publiek, dingetjes. Ja, ik geef er niks om. Okay. Waarom vroeg je het eigenlijk? Ja, ik vroeg het eigenlijk gewoon een Teun. Ik denk misschien kan hij me helpen. Voor de komische noot. Misschien kan hij me even helpen om uit te leggen. Dan, ja. Je hebt natuurlijk al 3D publiek in het stadion en dat soort dingen. Maar wat trouwens wel mij wel opviel. Als dat een USP is van je game, dan dat is toch niet zo heel bijzonder. Nou, het gaat dus niet alleen om het publiek dat het 3D is. Het gaat ook meer om, ze hebben het ook om het stadion heen gerenderd. En natuurlijk, dat is niet iets waarvoor je die game koopt. Maar het geeft wel net even dat extra gevoel van, oké, ik ben bij een voetbalwedstrijd, ik ben een voetbalwedstrijd aan het kijken. Ze hebben ook dingen aangepast bijvoorbeeld. En het is alleen bij de Next Gen dus, dat je, stel je voor, je hebt een bal op de paal gekopt. Hij registreert dat, hij maakt er niet meteen een herhaling van, maar stel je voor de bal die rolt uit of krijgt een vrije trap, dan komt nog even die herhaling van die bal die op de paal heeft gekopt. En het klinkt heel klein, het klinkt heel suffig eigenlijk, maar het doet wel wat met je, want je hebt wel echt het idee van hé, dit is wel heel tof, dit is wel een soort van echte wedstrijd. Alsof je er echt bij bent. Ja. Nou ja, dat je echt naar de tv zit te kijken naar een voetbalwedstrijd. En dat is sowieso wel heel tof, maar waar ik laat ik nu maar even tot het punt komen inderdaad. Duurt lang. Wat echt wel het hele grote verschil is, dat het voelt veel beter aan dan de current gen FIFA 14. Waarin merk je dat? Ja, de spelers die bewegen veel realistischer en ze anticiperen ook veel beter. Met die Ignite Engine hebben ze een soort van extra intelligentie gegeven. En ze komen dus echt voor de man. Je ziet ze bijna twijfelen op het moment dat ze twee man moeten dekken. En de bal gaat naar de linkerflank en hij moet de spits dekken. Dan zie je een soort van twijfeling of dat soort dingen. En dat werkt wel heel goed. Wat wel een overeenkomst was tussen de next gen en de current gen. Is dat, en ik hoop dat ze dat nog tweaken. Want anders wordt het echt pest voor mij dit jaar. Is dat de aannames zijn zo belabberd slecht. Het is echt verschrikkelijk. Je speelde met Barcelona en je speelt Messi in, gewoon recht in zijn poten. En dan laat hij gewoon de bal 9 van de 10 keer 1,5 meter van zijn voet afspringen. Maar Messi doet niet zo heel goed. Ik heb er niet zoveel verstand van. Maar. Ja. Nee, maar dat is. Jij mag nooit meer in Pilar. Gelukkig is hij volgende week weg. Week voor een week. Nee, maar ik vond het wel echt een aanzienlijk verschil. En dat is denk ik goed nieuws voor de Ignite Engine, dat het wel er goed uitziet. Ik snap wel dat je vond dat het niet zo goed ging met FIFA, want je werd wel even weggetikt, hè? Door mij. Dat is echt volledig niet waar. Ik bedoel, je hebt met 2-0 verloren. Dit is echt volledig niet waar. Je lult niet echt uit je nek. Zullen we naar het volgende onderwerp? Ja, laten we naar het volgende onderwerp gaan. Laten we naar het allerbelangrijkste. Alla. Oké, dat ga ik nog een keer overdoen. Laten we naar het allerbelangrijkste moment van deze maand gaan. En dat is natuurlijk volgende week dinsdag. Dan ligt hij weer in de winkel. En op dit moment doen we een magische switch tussen Teun en Ed. Want Ed komt erbij. Want we gaan het namelijk hebben over niets minder dan... De nieuwe Puuu! En we doen een soort van kleine preview op bladeren met Ed. Ja. Maar er komt uiteraard nog een bladeren met Ed. Maar hier is niemand minder dan opperchef, opperbaas. Je moet even je stoel omhoog, want Teun is 3 meter en jij bent 1 meter 10. Ik had eigenlijk kunnen blijven staan. Ed, de nieuwe Puuu. Hij is er, hij ligt bijna in de winkels. Bijna op de deurmat. Laat hem eens even zien aan onze trouwkijker. Nou. Kuffertje hoor. Splintercel. Sam Fisher. Je hebt hem zelf ingekleurd, toch? Ja, dat doe ik altijd. Nieuwe Puuu ga ik even kleuren. Ja.
plek zie dat de Oculus Rift op de cover staat. Ja, dat heb ik expres. Ben je er al een beetje van bekomen, Ed? Ik heb zelf het filmpje weer teruggezien en mijn kinderen laten zien en die lagen echt helemaal in hun deuk. Die weten ook hoe verschrikkelijk bang ik ben. Nou ja, ik doe het gewoon niet in een echte achtbaan. Maar ja, dit kwam wel heel dichtbij. Ja. Ik vond het echt... En dit was nog low res, hè? Ja. De HD-versie komt voor de consument. Die drie keer zo echt ja. zijn. Dus, En er zit een Kickstarter van Theme Park aan te komen. Dus, echt waar? Ja, wij gaan dan helemaal los. Dan gaan we de engste achtbaan ooit maken. En dan gaan we jou in de... erin gooien. Ja. Oh, epic. Ik doe mee, want... Nou, Ed, vertel het ons. Wat zit er in een nieuwe PU? Nou, laten we het eerst even over de cover hebben. Oh. Daar wil ik Bart even op aanspreken. Oh. Dat is misschien de allereerste keer, ik maak meestal die coverteksten allemaal, de allereerste keer dat ik iets inhoudelijks over een game gezegd heb op de cover. Hè. Meestal zeg ik fantastisch of op schoolreisje naar FIFA 14. Ja. En nu zit ik, een nieuwe engine voor Call of Duty. Ghosts. Ja. En wat lijkt? Ja, het is dus niet zo. En ik heb de game nog een keer gezien op de E3. Het is inderdaad gewoon een gepimpte engine. Maar mij hadden ze verteld een nieuwe engine. En jij neemt dat als gamejournalist gewoon klakkeloos aan. Hè? Nou ja, ik had misschien wat geld toegekregen of zo. Het stond in een artikel en daar haal ik dan meestal de dingetjes uit. Je kan nu wel Bart de schuld geven. Ik geef Bart de schuld. Uiteindelijk kan je ook zeggen, schoenmaker blijft bij je leest. Ik ga het niet moeten doen. Geen inhoudelijke dingen op de cover. Ik zal het nooit meer doen. Ik speel alleen gevolg op veilig. Maar dat is een foutje waar dus niemand iets aan kan doen, maar dat maakt voor de puur natuurlijk Frederiks uit. Het is weer een heerlijk nummertje geworden met, het begint al prachtig vind ik, zo'n linkerpagina over die game. Ja, die game jongens, The Last of Us. Ja. Iedereen die ik hierover spreek, die is helemaal van de kaart van dit. Het zijn echt fantastische zijn. Ja, ik heb Wouter er ook over gehoord, maar het enige wat ik hoorde was... Nou, het is ook iets waar je een beetje emotioneel van wordt. Ja. En Wouter is natuurlijk een hele stoere ding, maar in het echte heeft hij gewoon een heel klein hartje. Ja. En dan trekt hij zich dat aan en dan is dat kleine meisje en dan wordt dan, oh god, en dan zit hij daar te spelen van, oh, wat een geinig auto. Nou, dit is ook zo'n typische... Het is een game die echt iets met je doet. Het is ook echt een game dat, stel je voor, er zou een console war zijn, waar je dan gewoon ook echt een PlayStation voor zou aanschaffen. Ja, ik niet hoor. Nee. Oh nee, maar die hard. Volgende week ben je PlayStation fanboy, hè? Dat ja, dat is goed. Verder, alle rubrieken hebben weer ruimte voor. Wie is nou die power spy, Ed? Denk je dat ik dat hier ga vertellen? Nou ja. Misschien als we jou met die vragen overvallen. Maar nee, ik denk op het moment dat ik weg zou gaan bij de PU, dat ik dat vertel. Dan onthul je het. Dat is misschien de pauze. Maar jij gaat pas weg als je dood bent. Dan is dat window of opportunity ook alweer weg. Vermoedelijk ben ik eerder dood dan de meeste lezers. Laat het daar wel op. Dus ooit komen mensen het wel te weten. Maar nu nog even niet. Op bezoek bij, daar besteden we eigenlijk weinig aandacht aan. Tenminste, in mijn rubriekje, dan sta ik er nooit bij stil. Maar Julian doet dat toch elke maand weer heel prachtig, vind ik. Hoe die bij ontwikkelaars, Nederlandse spelontwikkelaars, naar binnen komt. Altijd met leuke verhalen terugkomt, verrassende verhalen terugkomt. Ja, maar dit is best wel bijzonder. Ik wilde hier nog wel even wat over zeggen. Want ik, misschien is dat al bij iedereen bekend. Ik wist niet of jij het weet. Maar ik kwam er tijdens de E3 achter dat de... volgens mij de PC-versie van Tomb Raider, die wordt in Nederland gemaakt, in Utrecht. Wisten jullie dat? Nee, dat wist ik niet. Ik weet wel dat in Utrecht heel veel gameontwikkelaars bij elkaar zitten. Dat wist ik ook, maar ik wist dat dus niet. En dat was voor mij best wel een eye-opener. In Nederland zit talent. Ja, en het zit ook echt in de lift in Nederland. Dus, Het is een van de snelst groeiende industrieën in Nederland. Nou, ja, ik hoor wel eens dat het in de lift zit zelfs. Oh, wie zei dat? Ja, oh my god. Maar Call of Duty Coast. Laten we even overslaan. We hebben een uitgebreide verhaal van de Xbox One. Oh, niet echt afgehaald hoor. Want, dat is zo mooi, Xbox One. Nee, gaat het niet de hele tijd over de 24 uur, 1 keer 24 uur online zijn? Nee, dat hebben we inderdaad gelukkig niet zo heel prominent. Jan heeft dat ding in zijn handen gehad, in ieder geval die controller. En daar heeft hij zinnige dingen over te zeggen. Gran Turismo 6, kijk ik zelf al een beetje naar uit, maar...
Jij hebt gewoon vorige maand, heb je... Ja, die staat er ook heb in. Heb je de ass gekickt van de Lasers in Grid. Maar daar hebben we het zo over dan. Nou ja, daar komen we wel even langs natuurlijk. Je moet wel even de microfoon wat dichter bij je mond houden, hè? Want het... Ik praat altijd zo hard. Infinite Crisis. Voor de mensen die van comics houden. Ja, Ed, Bart heeft het er al... MOBA, hè? MOBA. Bart heeft het al eerder in Pure Life over gehad, inderdaad. Maar nu ook echt op papier. En dan heb je er een heel geinig van gegeven dingetje. De Vita herboren. Het gaat over de nieuwe games die er nu eindelijk wel aan zitten te komen voor de PS Vita. Dat was natuurlijk het grote probleem van het apparaat. En er schijnen nu een hele berg games aan te komen die best wel de moeite waard zijn. Dus misschien dat het ding inderdaad een tweede leven krijgt. Heeft Jurrien een heel leuk verhaal over geschreven. Skylanders Swap Force. Nou ja, dat is ook natuurlijk tegenwoordig heel hot met die poppetjes die je dan... Het is de best verkopende game ooit. Ja, en die poppetjes zijn gewoon echt niet aan te slepen. Het is ongelooflijk. En ik ben er geweest, ik heb het gezien en gespeeld. Het is ook echt gewoon heel erg leuk. Het is voor mij niet uitdagend genoeg, maar weet je, met je neefje en je broertje is dit echt te gek. En je kunt nu die poppetjes de bovenkant en de onderkant losdraaien. Dan kan je de bovenkant heel soepel, makkelijk onderkant zetten. Ja, en de Oculus Rift, waar we het net al over gehad hebben. En we hadden dus een geweldig cijfer in deze Q voor The Last of Us. Wat ik zei, het hoogste cijfer dat Wouter ooit aan een game gegeven heeft. Ja. En we hebben nog één Gold Award. En dat is inderdaad waar je het net over had. Grid 2, nou ja, die heb jij zelf ook uitgebreid gespeeld. En ik ook. Ja, ik ben er zeer enthousiast over. Het is echt zo'n game die je na een half uurtje helemaal in de vingers hebt. Er is bijna niks op aan te merken. Het is heel uitgebreid. Het is voor de mensen die niet zo into race games zijn, is het ook erg leuk. Je hoeft dus niet allerlei dingetjes af te stellen. Een nieuwe ventieldopje erop. Nou, anders rijdt hij weer anders. Nee, dat valt erg mee. Het is een game die je snel onder de vingers hebt, maar waar je ook wel die uitdagend genoeg is dat je kan groeien. Ja. Je hebt het gevoel dat je... Je steeds jezelf kan verbeteren en dat wil je ook. Weet je. Dus dat doet die game erg goed. Ik zie nog meer tieten. Oh, ja, sorry. Dan kan jij een soort van, als een soort van Leon 10 kan je dan zo van een beetje zo... Sorry, ja. Voor mijn hoofd. Waar Ed het dan al over heeft, dan kan je dan... Ja. Zullen we dat afspreken? Goed, dan doe ik dit. Echt. Dus dat is ook een leuk verhaal geworden. Heb jij geschreven, Cheert? Heb je keurig gedaan, mag ik zeggen. Nou, ik probeer even Cheert zijn hoofd uit het beeld te houden. Je hebt mijzelf er ook nog in opgevoerd. En dat, als zelfkeeper vind ik dat ook wel leuk. Mijn favoriete rubriek staat er gelukkig weer in. Dat is dus puur retro. En die is ook mijn favoriet omdat het niet alleen informatie is, maar ook dat erg leuk geschreven en ook erg leuk vormgegeven deze keer. Ook puur retro, het klinkt net alsof we het dan over oude games hebben. Alleen over één game, zeg maar. Maar dit gaat echt over game features, zeg maar. Hè? Nu bijvoorbeeld... Ja, het kan dus over het systeem gaan. Je kan het hebben over de shooters van ooit tot nu. Je kan het ook over een onderdeel hebben binnen een genre. En in dit geval gaat het over health systemen. Hoe is dat ontstaan? Hoe heeft zich dat ontwikkeld door de jaren heen? Dat is een beetje de insteek van puur retro. En het begint hier bijvoorbeeld, ik heb mijn leesbril niet op, maar volgens mij is het 1974. Ja, 1974. Dat is dan volgens Gradus die dat allemaal heeft uitgezocht. Want het is toch behoorlijke research hoor. Dat kost heel veel tijd om de goede info te achterhalen. Is dat een van de eerste games die dus een health systeem had? En zo werkt hij met een tijdbalk de gamehistorie door. Tot hij bij, 2013 eindigt. Moet je maar even lezen welke game dat is. BioShock Infinite, Ed. En hij haalt er allerlei leuke dingetjes bij. Een quiz maakt hij er nog van. En leuke plaatjes. Leuke plaatjes. Bart, leuke plaatjes. Ja, ik hou altijd van leuke plaatjes. Met goed gesproken. Ik had hem al laten zien. Ik had hem al laten zien. Oh, kijk. Oh. Ik zit lastig, op die camera. Ja. Ik zit net de hele tijd schuit houden. Ik heb het al. Of ik ga het nog zeggen, ik weet niet precies hoe het met de planning zit. En ga het nog zeggen in mijn rubriek. Die komt binnenkort een, ook op. Blader met Ed. Blader op Ed. Dat we op zoek zijn naar. Allerlei onderwerpen hiervoor. Nou, je zegt allemaal nieuwe lekkere wijven. Zie je foto op van je vriendin naar de PU. Redactie@powerlimited.nl.
Oké, okay, ja, maar we moeten natuurlijk niet al het gras voor je nee, weggemaaien. Nee, dat vind ik ook een beetje. Ik heb met mij een fantastische rubriek en ik kijk straks niet om weer naar, omdat ik alles hier al verteld heb. Ja, misschien is het dan even handig om even te vertellen over de volgende PU, want... daar zijn we alweer bezig. Daar ben ik alweer druk mee. Want dat wordt natuurlijk een knaller van een tijdschrift. Kijk, misschien is het... Als jij als oude rot door de wol geverfd, kan jij wel even uitleggen waarom... hier geen E3 nieuws in zit, denk ik. Je moet even vertellen hoe dat werkt met dingen en zo. Ja, dat heeft te maken met het drukproces. Ik bedoel, als het op een gegeven moment hebben wij de artikelen geschreven. Nou, dan moet het natuurlijk nog door mij geredigeerd worden. Dan moet het nog vormgegeven worden. Moet het nog gecorrigeerd worden. Moet het opnieuw. Ja. Nou ja, daar gaat al een week zeg maar overheen nadat je het geschreven hebt. Dan moeten er pdf'jes van gemaakt worden? Moet het naar de drukker? Die moet het drukken. Is daar ook nog anderhalve week mee bezig? Dan moet het natuurlijk nog naar de PTT, zeiden we vroeger. Ja. Naar de distributeur. Dat duurt ook nog eens een week. Dus je bent eigenlijk, nadat je klaar bent met je artikel, zie je het pas 3 weken later. Ja, bizar dus. Ja, dus dat is jammer. Maar ja, dat hebben we natuurlijk allemaal maandbladen. Je kan niet zo actueel zijn als je zou willen. Gelukkig hebben we daar ook onze website voor. Maar ja. Dat is de reden dat je natuurlijk een week na de E3 of anderhalve week niet het nieuws kan meenemen van diezelfde E3. Dus dat doen we in het volgende nummer. Het voordeel is dat je dan wel even de boel kan laten bezinken. Dus je kan iets dieper op alles ingaan even. Precies. Ook nog wat laatste dingetjes die na de E3 nog zijn binnengekomen, kan je nog meenemen. Stel je voor, Microsoft besluit een aantal dingen om te draaien. Dan kan dat nog in de PU. En ja, je kan ook met elkaar dus nog even over brainstormen van wat vond jij de dingen die je er misschien in de eerste instantie niet had bedacht. Nou, die kan je dan in de volgende maand in de nieuwe PU. Maar volgende maand wordt wel een hele bijzondere, want we hebben een E3-nummer en... En wij vieren onze 20-jarig bestaan. Ja. 20 jaar. Hoeveel jaar van die 20 ben jij eigenlijk al bij de PU? Daar heb ik er 19 levend van meegemaakt. Hoe is dat in het eerste jaar gegaan? Dat moest echt een waardeloos blaadje zijn geweest. Het is echt chaos. Dat het blad al überhaupt het eerste jaar overleefd heeft, is natuurlijk bizar. Maar ze merken op een gegeven moment na 1 jaar van het is wel levensvatbaar. Laten we nu maar eens echt de props op gaan zetten. En toen ben ik gekomen. Maar ja, het wordt een heel bijzonder nummer, maar het wordt ook een heel stuk dikker. Dat vind ik altijd wel leuk, in plaats van 84 pagina's. Nou, vind ik wel leuk. Heel veel extra werk. Ja. Maar natuurlijk voor de lezer is dat wat je wil. Het wordt 116 pagina's, meen ik. Dus dat is echt dik. Dat kan ook niet meer zo in deze vorm. Dat moet gelumbekt worden. Dus er zit zo'n dikke rand. Dikke rand. Ja. En als je hem laat vallen, dan alles wat eronder ligt is stuk. Dus echt, het wordt iets heel bijzonders. En we blikken natuurlijk ook uitgebreid terug op 20 jaar PU. 20 jaar gamegeschiedenis. Daar hebben we een hele special over. Plus de E3, plus alles wat er nog bij komt. Nou, volgende maand dus pas de E3 en dan een hele bijzondere PU. 20 jaar maar voor volgende week deze nieuwe PU met mooi Splinter Cell op de cover. Er staan een hele hoop mooie artikelen in. Dat hebben we zojuist gezien. Komende week in Bladeren met Ed Geijder meer over horen. Dus ik verwacht dat je volgende week dinsdag lekker naar de winkel rent of naar de deurmat en hem gaat halen. Voor nu zeg ik dankjewel voor het kijken naar PU Live. Volgende week vrijdag zijn we er dus weer met de zomereditie van PU Live. Een hele speciale, dubbeldikke, uitgebreide, super, super, super vette PU Live editie. Die volgens mij een uur duurt. Ongeveer een uur. Poef. Nou, ik zou zeggen, fijn weekend. Niet te veel drinken. Dat ga ik wel doen. Dag!